Goedendag. Mocht u de zonnebrandcreme en de parasol gisteren nog niet van stal hebben gehaald, dan is nu het moment, want vandaag gaan we in hele grote delen van het land een tropische dag beleven. Heel veel ruimte voor de zon is er vooral vandaag. Wel wat sluierbewolking of een enkele stapelwolk die langs drijft, maar vooral dus ruimte voor de zon. En dan gaan we in grote delen van het land naar 30 graden of meer. En hier in het zuidoosten zou het lokaal wel tot 32 graden kunnen komen. Aan zee blijft de temperatuur ietsje achter, maar ook daar gaat het dus flink opwarmen met 27 tot 29 graden. Wel iets meer wind daarbij dan gisteren en matige zuidelijke wind vandaag op de meeste plaatsen. Later op de dag zou het vooral hier in het zuidwesten nog even tot windkracht 5 kunnen komen. De dagen daarna zien we de zomer dan al meteen weer verdwijnen, want maandag keldert de temperatuur ineens tot een graad of 20, bijna 10 graden lager dan vandaag. En daar blijft het de komende dagen een beetje bij in die regionen, 20 graden of net iets daarboven. En het wordt ook een stuk wisselvalliger. Maandagavond misschien al een eerste buitje, dinsdag overdag ook en woensdag dan kunnen er echt wel pittige buien gaan vallen. Hetzelfde geldt voor vrijdag, want dan verwachten we ook een hoop onweer daarbij. Redelijk stabiele temperaturen, net iets boven de gemiddelde waarde voor deze tijd van het jaar. Maar een lange zomerse periode, die hebben we nog eventjes niet.